Weet je, het leuke van dit soort dingen is, oké, weet je, je hebt een zaal met 80 man, je hebt filmpjes die hebben die thuis in elkaar gefreubeld, en dan wordt er een prijs uitgereikt, en dan krijg je een plastic beker, en dat is hem dan. Maar het leuke van de mediale is natuurlijk dat je ook daadwerkelijk toffe dingen wint. En dat je een toffe jury hebt. Die ga ik straks jullie voorstellen. Dat is eigenlijk best wel gaaf. Dat je ook daadwerkelijk iets kan doen met je filmpje. Ja, de jury. Nou, hier zit de jury. Ik ga ze één voor één even naar voren roepen. En ik ben echt hysterisch slecht in namen. Dus ik ga ze gewoon af oplezen. Maar voor de rest weet ik wel alles over jullie. Tom van Waveren. Kom hier. Dames en heren, Tom van Waveren. Tom, ik ga jou vertellen wat ik heb onthouden van wat jij doet. Oké. Dames en heren, Tom hier is de CEO van Cake Entertainment. Oh, ja. Nou, dan weet je nog steeds niet wat ik doe. Nee, precies. Maar Cake Entertainment doet distributie en productie van allemaal toffe dingen voor kinderen op televisie. Ja. En dat doen ze eigenlijk door de hele wereld, maar niet zoveel in Nederland eigenlijk, toch? Nee. Nee. Nou, waar ben je? Je bent natuurlijk beroemd van... van producties als... Als Angelo Rules, Elliot Kidd... Toast Drama Island. Clay Kids. Clay Kids toch? En Get Well Soon of zo is het van de BBC. Dus als je naar kinderseries kijkt op de BBC, dan krijg je ze geregeld langs. Was je verrast over hoeveel animatie verschillende technieken er waren gebruikt? Je mag nee zeggen. Nee, ik denk dat het antwoord nee is. Kijk, het leuke van animatie was vorige week in Annecy, dus een groot animatiefestival. Ja. En dat is het leuke van de animatie, is je 20 verschillende animatiefilms kijkt, dat er net heel veel verschillende technieken langskomen. Maar vooral dat ook, en dat is zeg maar in de digitale tijd waarin we leven, dat je veel hybrides ziet van verschillende stijlen. Het is eigenlijk steeds minder dat er puur voor één wordt gekozen, maar het is meer het combineren van verschillende opties die er bestaan. Tof. Nou, ga lekker zitten, want straks mag je pas uitdelen. Je bent straks ook de eerste die je mag doen en dan ga ik gewoon toch weer kijken. Ik weet alles van jullie, behalve jullie namen. Paul Vaas, kom maar hier. Hoppas, hoi. We gaan iets minder in het midden staan. Uiteindelijk staan we helemaal daar. Ja, Paul, je bent van Holland Centraal. Wie kent Holland Centraal al? Ja, één vinger, maar jullie hebben allemaal het werk gezien van Holland Centraal. Nou, zal ik even opnoemen waar ze jou allemaal van kennen, Holland Centraal? Ik denk dat mensen het wel kennen. Even een tijdje geleden van de Vliegende Logos van Nederland 1. Zie je? Van die vier van RTL 4 die zo ronddraait? Ja, jullie doen ook het vormgeving gedeelte van het 100 Festival, toch? De branding van Nederland 3. Branding van Nederland 3. Zie je, ze hebben allemaal items en titels, typografie. Kijk, dus wat zij dus doen is vormgeving, audiovisuele vormgeving. Dus allemaal leaders en zo en logos en die hebben jullie allemaal al gezien. En voor welke categorie ga jij zo de prijs uitreiken? Fictie, ja. En ik moet zeggen dat de kwaliteit vond ik verder heel goed. Zeg maar ook de professionaliteit. Je merkt gewoon dus dat het gewoon het camerawerk en de acteurs en zo, dat het gewoon steeds beter wordt. En, dus ik was best wel onder de indruk. Ja. Is het ook een beetje het koningstuk van de categorie? Wil iedereen graag fictie maken of is dat niet echt het ding? Het waren wel de langste films namelijk. Nou ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik denk dat het heel erg... Het hangt ervan af van wat je zelf interessant vindt. Weet je. En, maar ik denk dus dat fictie, dat ook wel aan de ene kant kan het ook wel een moeilijke categorie zijn, denk ik. Ik denk dat het niet zo is. Maar dus het hangt er gewoon vanaf wat je boeiend vindt. Toch? Ja. Nou, gaan we weer zitten? Stef Sluimer, kom hier. Applaus. Stef, jij bent zakelijk directeur van deze bioscoop. Dit filmtheater. Dit filmtheater, want de bioscoop zit hier tegenover. En dat is voor getuigen die komen naar films als... Ja, die draaien ook fantastische films. Star Trek 2. Ja, New Kids, Nightfall, Turbo, alles. Piranha 3DD, ja. Ik ben geweest. Hey, en jullie doen echt de kwaliteitsfilms hier? Ja. Wat draait er nu in de grote zaal? Is dit de grote zaal? Dit is de grote zaal, ja. En wat draait hier vanavond? Midnight's Children draait hier, Trans hebben we nu draaien, heel divers, gaat alle kanten op. Nou, heb ik even opgezocht de wiki over dit filmtheater, het is hysterisch. Ze zijn dus in 1978, toen deze jongen werd geboren, zijn ze begonnen in de Tagrijn als filmclub. Dus één keer per week was er dan langharig tuig, die zette dan de projector aan en gingen een paar beetje wazige lui gingen de film kijken. En nu hebben jullie gewoon een heel eigen filmtheater. Ja.
En niet alleen dat, het is ook een van de best bezochte filmtheaters toch in Nederland? Ja, klopt. Ja, ja, als je het vergelijkt met de andere steden, dan ja, je kijkt dan naar stoelen en inwonersaantallen, dan hebben wij, zoals we dat altijd zo mooi noemen, een van de warmste stoelen van Nederland. We hebben hele goede bezetting. Ja, dat klinkt een beetje vies, maar dat is niet zo bedoeld. Ik zie heel bedenkelijk kijken, maak maar een grapje. Maar dus nee, wij doen het waanzinnig goed. Ja, vorig jaar met vlag en wimpel door de 100.000 bezoekers heen gegaan. Dus we mogen niet. 100.000, dat is, sorry, ik was even, ik hoorde in de zaal, nou, inderdaad, zeg. Ja. Hey, en jij gaat straks de prijs uitreiken voor de beste documentaire. Klopt. Ook een lange categorie, want er zijn veel langere filmpjes gemaakt. Ja. En zo algemeen, wat vond je er zo van? Ja, het is nu, vorig jaar zat ik ook in de jury, en het derde jaar dat ik de film zie, en ik was echt ontzettend blij verrast over de kwaliteit. Echt, de afgelopen jaren ook al, maar je ziet echt een waanzinnig stijgende lijn. En ja, daar zal straks nog meer toelichten. Het was echt lastig om een keuze te maken, maar ik heb van alle films echt genoten. Het was echt super. Ja. En nou heb ik zelf bij het kijken van de documentaire een paar keer een traantje weggepinkt. Jij? Nee. Hé, hey, bedankt. Ja. Rogier, Schalken, kom hier. Kijk, Rogier. Ja, Media Monks, hè? Wie kent Media Monks? Ja, kijk, de studenten kennen het wel. Dat is maar goed ook. Ja, Media Monks. Ja, weet je, ze zeggen digital marketing. Ja, ik zie de moeder nu denken. Sorry, wat? Nou, digital marketing is een hele saaie term, alleen Media Monks is echt enorm vernieuwend en doet hele gave projecten. Met apps en websites en andere dingen en augmented reality. Oké, experimenteel, de categorie is lastig, want het is ook een beetje een gaarbak voor wat nergens inpaste. Het leek ook soms een beetje alsof dat ook een beetje de bak videoclips en andere shit was. Dus heel veel ja, sorry, is dat leuk om te zeggen, maar ik zat te kijken, denk, dat is een videoclip. Nou ja, daar leg je wel een beetje de vinger op de sorry. Nee. Toen ik wist dat ik experimenteel ging, dacht ik, oeh, vet, weet je wel. Ik bedoel, HKU, er wordt wat gebloot, er komt iemand mee vandaan. Dat nu gaan we het meemaken. Dat viel me dus een beetje tegen. Ik vond echt dat het experimentele niveau, in het begin dacht ik van, weet je wel. En dat het is niet, want ik vond de producties wel goed. Alleen past het onder het kopje experimenteel. Nou. We zijn klaar met de intro, want nu moeten we gewoon langzamerhand gewoon prijs gaan uitreiken en films gaan bekijken. Wat we gaan doen, we gaan per categorie, komt het jurylid naar voren, die vertelt over de categorie waar hij, in dit geval Alton Heij, een prijs uitreiken. Dan maakt hij bekend, dan kijken we naar de film en dan moeten de makers natuurlijk even naar voren komen. Prima. Zullen we maar beginnen dan? Vol van verdriet en onmacht liet ze haar tranen stromen, tot ze erin verdronk. Hoewel ik alle 10 de films met veel plezier heb bekeken, waren er toch 2 die voor mij de aard sprongen.
En dan zou ik beginnen met degene die we het uiteindelijk niet hebben, maar die we wel wouden vermelden, omdat die toch een erg veranderd in. En ja, hoe zou ik zeggen, een eigen geluid, een eigen visie. Het is een heel, de persoonlijkheid die erin lag en naar voren kwam, vonden we mooi en wouden we het vermelden. En dat is in het begin van Marvin van der Zwart. Daar zijn we misschien een klein applaus voor. En de film waar we het eigenlijk unaniem over eens waren dat hij moest winnen vandaag. En dat was met name omdat we niet alleen het idee erg leuk vonden, maar vooral ook de uitvoering zeer overtuigend was gedaan. Maar ook met de juiste dosis verrassingen. We zien precies waar hij naartoe ging. Het was ook een leuke de manier waarop het ritme van de vertelling werd gebruikt en er was ook nog een gelaagdheid die we buitengewoon sterk vonden. En dan heb ik het over Facing the News van Wiebe Theeuwse. Dus, geur is eigenlijk de allerbeste hou vast aan herinnering. He, bedoel, dus wat je ruikt op een bepaald moment en je ruikt het 10 jaar later, zou je onmiddellijk terugbrengen naar dat moment. Tegen de bank aan en ik zag het wel. En mijn moeder viel echt heel hard. En de bank verschoof helemaal iets van 2 meter of zo, ik weet niet. En mijn zusje had dat ook gezien. En ik bleef bij haar en knuffelde haar. En zei dat alles goed zou komen. En zij bleef maar huilen en mijn moeder bleef maar huilen. En ik wist niet wat ik moest doen. So I go through drive-thru Starbucks. I go in, I order my iced coffee with a bagel. And then I drive to work. I eat the bagel in the car with the cream cheese. I drink half my coffee, and by the time I get to the office, I finish the coffee. Hey, hallo. Vandaag is het 20 april 2012 en ik zit nu 12 weken en
3 dagen aan mannelijke hormonen. Ja, we hebben natuurlijk ook een winnaar gekozen voor de categorie documentaire. Daar waren er eigenlijk twee filmpjes die er heel erg uitsprongen. Waar we het ook best wel lang over gehad hebben van wie zou het worden. Dus ik begin ook met het noemen van de film die het niet geworden is. Maar waar we wel heel erg enthousiast over waren. En dat is de documentaire Stef. Ik weet niet of de maker ook... enorm van genoten. Pakkend vanaf het begin dat je er helemaal ingezogen wordt en waanzinnige camerawerk, echt helemaal geweldig. Maar uiteindelijk hebben we voor een andere winnaar gekozen. En dat was een film die je eigenlijk op het eerste moment een beetje op het verkeerde been zette. Omdat je dacht van nou, dat wordt een beetje aapjes kijken, of eigenlijk meer hondjes kijken. En dat is de film Chic de Frimon. Hij klopte echt van het begin tot het eind. We konden eigenlijk niets verzinnen wat er nog aan verbeterd moest worden. Heel erg op de details gelet, van de openingsmuziek tot de sluitmuziek. En nou, je, volgens mij, ik weet niet hoe je aan de dame in kwestie bent gekomen, maar goed research gedaan. Maar je kan natuurlijk mazzel hebben met degene die je volgt, maar om het dan zo in beeld te brengen. En je neemt ons mee naar een leven wat de meeste van ons niet meemaken. Maar je vertelt eigenlijk een heel intiem verhaal over de hoofdrolspeelster. Echt een heel groot compliment. Terecht weer. Zo. Helemaal klaar voor? Ja. Ja. Hallo. Oh, je kuip wordt mooi gemaakt, schat. Oh, ja, je kindje. Hallo. Oh, wat leuk. Hallo. Kijk je. Ja, schat. Ik zal je niet te veel afleiden, want dan gaat je kuiten. Ja, ja. Nou, geef ze een applaus te maken. Ja, joh, ik kan hartstikke hard praten. Vertel. Hoe komen jullie... Oké, zitten jullie zelf erg in hondentrimwereld? Nee. Hoe komen jullie aan deze vrouw? Wij hebben deze film gemaakt voor docuproject Het Lichaam. Daar moesten we twee redacties vormen en het moest iets te maken hebben met het lichaam. Onze redactie had als thema haar gekozen. En nou heeft hondenhaar natuurlijk niet meteen met het lichaam te maken. We hebben het toch een beetje ertussenin kunnen passen. Dus toen wilden we een film maken over een hondentrimsalon. En toen ben ik gewoon op zoek gegaan eigenlijk. Heel veel sites bezocht. En nou, toen vond ik een site die paars was met glitters. En toen dacht ik, nou, die moeten we hebben. Heel goed. Hey, net een beetje, want je ziet nu met wat groter publiek dan vanmiddag ook, wordt op de goede momenten gelachen op de film. Ja. 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 Werd er ook nog op een plek niet gelachen waar je dacht, daar wordt gelachen of andersom? Nee, eigenlijk niet. Ik ben altijd wel bang voor het stukje dat ze in een rondje rennen met die hondjes op de hondenshow, want het is heel komisch. Ja. Maar ik vind het wel een soort van tegen het randje aanzitten van uitlachen of zo. Voor hun is dat bloedserieus. Ja. Zeg maar. Ja. Voor hun. Zelf had, inderdaad, heb ik ook kennen. Ja, dus dat moment vind ik wel soms een beetje pijn. Ja. Dachten jullie toen jullie bij film, ik heb een beetje verknipt dat laatste. Dacht je toen, zit achter de camera en denk je, ja, we hebben hem. Dat is zo goed, of dan hoor je later pas? Dat hoor je later pas, denk ik. Ja. Ja. Want we wilden niet sowieso dat die honden trimsalon dat tippen en dat was en we wilden als einde dat verneukt van als mijn moeder aan die poort staat en toen hoorden we eigenlijk later pas wauw, wat mooi dat ze verknipt zijn. Ja, wat leuk. Dus ook wij hadden. Nou, natuurlijk de vraag die natuurlijk iedereen wil weten, hoe vond ze hem zelf? Ja, nou ja, in het begin vond ze zichzelf een beetje agressief. Maar ze had hem gekeken zonder geluid en toen heeft ze hem met geluid gekeken en toen vond ze hem top. Tot nu toe heeft ze dat gezegd, dus. Maar we zien de zondag, dus dan gaan we er meer over hebben. Hij zegt net af, dus... Leuk, echt een warm van de kerst. Ja. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Een applaus voor de toekomst. Thank you.
Silence is golden. Twee die voor mij er echt uitstaken. En dat was, we gaan gelijk de tweede doen. Dat was Tap. Die vond ik erg goed geproduceerd. Ook ik weet dat daar heel veel mensen helemaal stuk zijn gegaan op het motion tracker daarvan. Oké, vertel even voor de mensen die het niet zien. Tap was de motion graphics dans. Als ik het mag, zo mag vernoemen. Ben jij degene die het gedaan hebt? Nee? Oh, je zit er ja te klikken. Dus ik vond die heel mooi geproduceerd. Het was echt goed gegraded en goed geëdit. En de motion graphic was gewoon heel goed. Ja. Even tussendoor voor mensen die het niet weten. Ik weet het natuurlijk wel. Wat is graded? Graded is kleurbewerking. Sorry, dat is misschien een beetje... Oh ja, nu heb ik het al. Ja, ga erop. Nee, toch, dat wist ik nu toch wel. Ja, oké, dank je. Ja, dit zijn de studenten, hè, die weten het. Die horen het alleen voor het gedaan. Ja, ga erop. Maar degene die voor mij echt de uitsprong was natuurlijk dus de installatie van Apple. Ik weet niet of de maker hier zit. Ja? Heb je hem al gezien, de kaptafel die hier stond om de hoek? Blijft hij ook straks nog eventjes staan? Ja. Mag wel, als hij. Maar de reden waarom ik daar dus voor gekozen heb, is omdat we eigenlijk voor gekozen hebben, is dus dat het meest origineel was. Het ging een beetje buiten het kader, meerdere schermen gebruiken, ook echt als gebruiker zitten in een installatie. En dat vond ik wel het meest originele idee. Dus dat is ook wel de reden waarom het gewonnen heeft. Dus dat. Gefeliciteerd. Ja. We hadden afgesproken eigenlijk, tenminste voor mij mogen we hem laten zien, maar we hadden een beetje afgesproken dat we... Iedereen moet het eigenlijk ervaren daar. Precies. Dus we gaan het niet laten zien, maar hij staat er dus net links om de hoek. Heb je een beetje gekeken wat de reacties waren van de mensen die daar zaten? Nee. Nee? Omdat het veel te druk met NRW. Oh, oké. Maar dit is de eerste keer dat niet dat hij staat. Is je er vaker gestaan? En hoe reageren mensen erop? Worden ze er stil van? Of? Hij heeft op heel veel plekken gestaan, dus het is heel verschrikkelijk. Tof. En je hebt dus het lijkt alsof er drie schermen zitten in die kaptafel, maar dat is eigenlijk niet zo, hè? Het zijn eigenlijk drie schermen geprojecteerd door één beamer. Ja. En je hebt dus, even voor de mensen die het nog niet hebben gezien, je hebt het middenscherm, dat is zij die voor de kaptafel zit, en kijkt in de spiegel, dus je zit eigenlijk op haar plek, zit je. En links en rechts zie je verschillende beelden. Wat is het verschil tussen wat je links ziet, de linkerspiegel en de rechterspiegel? Links is realiteit en rechts is het droom. Ja. Het is niet een hele blij film, hè? Nee. Ja, het is misschien mooi om er niet te veel over te vertellen, over de inhoud in ieder geval, maar wat wel even leuk is om te vertellen, of in ieder geval te vragen aan je, hoe lastig was het om het zo te maken? Want je hebt drie schermen, heb je dan drie keer zoveel problemen met editen en timen? Heel veel dingen waren toeval. Toeval, hoe doe je dus? Dat we aan het editen waren op twee laptops en dat we het gingen kijken en dat het maar wel mooi samenpast. Goed. Ja. Nou, wat leuk. Nou, gefeliciteerd. The main weapon, dikke spuitbus, you know. Hell yeah, we gaan die fucking pieces zetten of niet? Honestly, the humans are very mysterious with their activity on the web.
This does make one wonder how the humans would function without access to the infinite knowledge gods. Wat heb je mooi strak pak aan? Het is mijn dag, ja dit gaat hem echt worden. Oh, ik wil die kamerman. Dus ook al haat ik hospiteren, ik moet het proberen vandaag. Nou, en dan het sluitstuk, ook gewoon, ook van, meestal van de langste film. Fictie. Nou, ik ga je dat gewoon geven. Ja. Ja, wij waren eigenlijk met z'n vier er over één, eens dat er twee films eruit sprongen. En dat is één was Frank. En Frank is een film, en die moet je eigenlijk online gaan kijken. Het is één kamerstandpunt. Uiteindelijk zie je een aantal beeldwissels en het loopt door. En het is heel knap gedaan. Het is eigenlijk maar de kunst moet weglaten. Of less is more. Maar de unanieme winnaar bij ons is Sjaak en de hospitaire. Dit is mijn dag, ja dit gaat hem echt worden. Oh, ik wil die kamerman. Dus ook al haat ik hospiteren, ik moet het proberen vandaag. Want mijn vriendin die vindt het zo stom dat ik nog steeds bij mijn ouders woon en chill. En ze zei zoek een kamer of anders iemand anders die jou neuken wil. Dus de nood is best wel hoog om echt heel goed over te komen vandaag, man. Heb ik het goed dat er geen familie van jullie aanwezig is? Ja, zijn elkaars familie. Ah, oh, ja. Dat is heel goed inderdaad. Want nou, je ziet dus, het is echt helemaal niet studentico's of corporaal in Amsterdam. Dat is heel goed gedaan. En jullie zeiden bij het begin van de film, ik heb deze film echt te vaak gezien. Dat zei hij. Sorry. Ja, als reactie. Niet echt de kinders. Is de film al op andere plekken vertoond of is dit de eerste plek waar die is vertoond? Ja, op school even. Maar de viewing voor de hele cast en crew moet nog komen. Dat gaat volgende week gebeuren. En dan willen we naar dingen opsturen. Goed plan. Even kijken. En, is een van jullie ook daadwerkelijk woonachtig in dat geweldige pand? Nee. Vlak tegenover Carré? Nee, alsjeblieft niet. Nee. Dat is jammer wel. Maar heel tof. En een van jullie mocht dus volgens mij, was dat een van jullie die op straat mocht lopen en jurkjes van meisjes uittrekken? Nee, dat was mijn broer. Ja, jij mag, jouw broer mag jou waarschijnlijk heel graag. Ja. Nou, dat was wel zijn vriendin ook. Is het allemaal glitter en glamour? Ja, het is allemaal glitter en glamour. Nou, gaan we weer zitten, want we hebben nog één plek. Applaus nog eventjes. We hebben nog één prijs. Dit waren de vier categorieën, maar er is ook een publieksprijs. En daar hebben de studenten natuurlijk allemaal, en wie dan ook. Volgens mij alleen de studenten hebben toch mogen stemmen daarop. Online, op Twitter en Facebook. En iedereen. En iedereen. Ja. Ik heb hier dus liggen. Dit zijn de stemformulieren van alle middelbare scholieren. Het zijn er echt heel erg veel. En die publieksprijs, als je die wint, dan ga je sowieso mee met die hele tournee langs andere theaters waar die wordt gedraaid, de films. Want die staan in principe gelijk aan de juryprijzen. Wie mag hem bekendmaken? Ga jij hem bekendmaken? Ja, jij mag wel bekendmaken, weet je het? Nou, nee, ik heb geen idee. Dus ik kan hem wel bekendmaken, maar dan kies ik gewoon zelf een film. Dat zou niet de bedoeling zijn. Kan het zijn trouwens dat de publieksprijs dubbelt met een van de juryprijzen? Dat is niet gewoon. Dus er is een andere film, dus echt een vijfde film die de publieksprijs heeft gewonnen. Ja, klopt. En dat is de film die 7000 keer bekeken is. En er is echt een paar honderd keer op gestemd. En dat is Tap, featuring Elle Rose. Tof! Dat is een dansfilm. Ja! Bye.
Maarten, je komt even binnen staan. Nu niet opeens enorme schijven over zijn. Net daar. Gefeliciteerd. Hey, ik heb geen choreografie gezien, behalve een van de dansers. Heb je de dansers gewoon zelf laten dansen? Hebben ze zelf de choreografie gemaakt? Nee, een van de danseressen die buiten stond, die was aan de choreografie. Die heeft het voor alles gedaan? Ja. Oké. Okay. De choreografie is gemaakt op het effect wat jullie er overheen hebben gezet, hè? Het is in samenwerking geweest. We hebben de dansers verteld wat we wilden bereiken en toen hebben zij al een opzet gemaakt. Dus zijn we naar hun teruggegaan en de testen laten zien die we gemaakt hebben. Dus eigenlijk tegelijkertijd ontstaan. Nou, als je er dus niks van weet, zoals ik, gaat de vraag toch op, hoe moeilijk is dit? Hoe moeilijk is het om dit te maken, special effects gewijs? Ja. Inderdaad, zoals hij het ook daar net zei, dat is even een heel klus met motion tracker. Ja. We hebben echt samen met Suzanne en Mark Eikelenboom echt als een dolle lopen tracker. Wat we eigenlijk allemaal wilden gebruiken. Ja, dat is eigenlijk echt een helse klus. Ja, dat is echt niet te verwoorden. Je moet het echt zelf meemaken om al de track en zo mee te maken. Ja, meestal kent het wel. Maar wat je dus hebt is inderdaad, omdat de punten zijn niet alleen verbonden, maar ze hebben ook een 3D-ruimte waarin ze die lijnen ook zijn. En die zijn hetzelfde, die moeten matchen met de ruimte waarin de dansers staan, bedoel je? Ja, dat hebben we ook zeker gedaan, ja. We hebben zelf bekeken van hoe we de ruimte ook kunnen gebruiken met de dansers samen om die lijnen met elkaar te verbinden. En dat kan Mina zo meteen beter vertellen. We hebben ook met lijnen van boven, lijnen van beneden en lijnen van links en rechts. En we hebben dus rekening mee gehouden waar we de lijnen vandaan halen per danser. En daar is een hele filosofische gedachte. En dan zijn nu met een hele filosofische gedachte. Kom maar. Het gaat eigenlijk, de dansers die staan voor de mens en die strijden en dansen met drie elementen. Dus eigenlijk de hemel, de kosmos, het geloof, de aarde, techniek, de industrialisatie en het zelf, zeg maar. Dus het innerlijk. Ah, en hetzelfde daar, is de ballerina, haar lijnen gaan allemaal naar, zijn naar binnen gekeerd. Ja, en daar gaat het eigenlijk om. En de lijnen en dezelfde choreografie is om de eenheid te creëren tussen hun, omdat ze allemaal eigenlijk voor de mens staan. Mooi, hè? Nou, geweldig. Blijf er even staan. Geef ze even een applaus. Mag ik alle andere makers ook hier hebben? Ja, nu gaat het goed uit. Want jullie krijgen natuurlijk allemaal nog bloemen. Jullie krijgen een goodiebag volgens mij. Met een deze erin, toch? Kijk. En Heike, zijn we er allemaal? Ja, we missen natuurlijk een paar makers. Jij moet alleen maar foto's maken, maar ook hier komen. Nou, dit zijn ze dan. De prijswinnaars van de Mediale 2013. Hun films ga je terugzien in bioscopen door heel Nederland, Amstelveen sowieso, Delft. Hier kan je ze zien en er zijn ook veel meer andere locaties. Heel erg gefeliciteerd allemaal. Jullie krijgen bloemen uitgedeeld. En feliciteer ze vooral straks ook bij de borrel buiten. En mag ik nog één groot applaus voor ze. Please be delivered.